De Nationale Ziekenhuisraad, NZR, heeft na een constructieve ontmoeting met de regering met zekerheid gesteld dat zij optimale zorg kan garanderen aan de totale gemeenschap. Claudia Marika Redan, voorzitter van de NZR, tevens directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, bevestigt dit vandaag in een persbericht. De ontmoeting had plaats op het kabinet van de president. De NZR-voorzitter zegt verder dat er is gesproken over de problemen de gezondheidszorg rakende en hoe deze opgelost moeten worden. Alle bijbetalingen in ziekenhuizen moeten tot het verleden gaan behoren, stelt ze. Verder zijn er overbruggingsoplossingen voor de komende 6 maanden besproken. Er zijn tarieven afgesproken met de ziekenhuizen die ervoor moeten zorgen dat er optimale zorg aan de samenleving geboden kan worden. Er is ook een traject uitgestippeld om de financiële situatie van de gezondheidsinstellingen te ordenen. Er zal op den duur een doorlichting van het zorgstelsel plaatsvinden. Die zal worden uitgevoerd door een internationale consultant. Het is allemaal nodig om te komen tot een voor Suriname draagbaar zorgstelsel, aldus NZR-voorzitter Claudia Marika Redan in een persbericht van CDS. Ze sprak hen kort na het onderhoud met de regeringsdelegatie, geleid door president Chandrika Prasad Santokhi.